Ik denk dat de eerste helft erg leuk was om naar te kijken. Het is alleen zonder dat het 2-1 staat in de rust. Het moet denk ik 3-4-0 staan. Dan ben je ook klaar en dan kan je misschien een beetje gas terugnemen naar vrijdag toe weer. En dat hebben we nagelaten. En dan wordt het op het eind nog, moet je nog aan de bak en dat is gelukkig goed gegaan. Je houdt eigenlijk zelf Den Bosch in leven? Ja, we houden ze zelf in leven. We zijn denk ik 3-4 keer alleen op de keeper gekomen en dat hebben we niet, niet goed uitgespeeld. Maar gelukkig hebben we wel 2-1 gewonnen en dat is belangrijk. Ja, dan merk je ook dat zij gaan drukken in de tweede helft en daardoor wordt het ook lastig om zelf echte kansen te creëren. Ja, ze gooien natuurlijk extra spits erbij en het wordt alles of niks. En dan krijgen we nog wel een paar goede mogelijkheden met Tutu Arima volgens mij, die hem wil stiften. En een bal die over de achterlijn rolt bijna, zowat. Maar ja, die gaan er niet in en dan blijft het laatste eindsignaal spannend. Ja, dan is het ook belangrijk om vooral met name natuurlijk de boel achterin gewoon op slot te gooien. Ja, dat vinden we sowieso belangrijk. We zijn met de achterhoede daar wel mee bezig om vaak de nul te houden en weinig tegendoepen te krijgen. Gaat vaak goed. Eerst wel een vervelende goal tegen, vind ik. Had niet gehoeven, maar uiteindelijk bleef het gelukkig bij die 1. Dan heb je misschien twee moeizame wedstrijden achter de rug. RKC, Den Bosch, Meul, gewoon 6 punten. Ja, dat is lekker. Dat is een lekker weekend voor ons. En vrijdag was het niet zo goed, vond ik zelf. Maar ook naar het publiek toe was denk ik niet leuk om te kijken. En vandaag was het al een stuk beter. Hoe kijk jij dan nu naar de ranglijst? Want de na-competitie is wel binnen. Ja, ik zag dat we 6 punten op Dordrecht staan volgens mij. En we willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En top 5, dan slijt de eerste ronde over. Dat zou lekker zijn, want je ziet dat iedereen van elkaar kan winnen. Dus kan je maar beter een ronde overslaan. Ja, maar als je dan in de kleedkamer komt, is dat de eerste waar je naar kijkt, die standen van de andere velden? Ik moet zeggen, op het veld heb ik al een paar jongens gevraagd wat de uitslagen waren, maar dat wisten ze niet. Dus in de kleedkamer snel gekeken. Dus in zoverre leeft dat wel? Ja, tuurlijk. We willen zo hoog mogelijk eindigen. En doelstelling was top 5. Dat willen we halen. En we willen gewoon ook nog zoveel mogelijk punten halen de aankomende wedstrijd. Na competitie lijkt dan wel zeker. Dan speelt op de achtergrond natuurlijk ook het verhaal dat heel veel jongens misschien de club gaan verlaten. Contracten die verlengd worden. Hoe kijk je daar eigenlijk naar? Dat heb je elk jaar rond deze periode. En dat is best lastig voor sommige jongens. En dat is zaak voor ons om daar goed mee om te gaan. En ik denk tot nu toe dat het goed gaat. Meestal is de eerste periode dat jongens te horen krijgen het moeilijkst. En dat zit er wel, dat is achter de rug gelukkig. En vanaf nu positiviteit erin en op naar die play-offs. Hoe kijk jij naar je eigen toekomst? Ik ben in gesprek met de club. Ik heb die hartstikke naar mijn zin. Goede band met de trainers. Ik kan met mijn broertje spelen. Dus veel positieve signalen om hier te blijven. Aanvoerder dus ook. Dus eigenlijk heel simpel, jij wil blijven? Ik sta er zeker voor open om te blijven. Ja. Dus misschien een beetje net als bij LJB de vraag wat voor aanbod er komt. Nou ja, aanbod is natuurlijk belangrijk. Dat lijkt voor iedereen belangrijk, denk ik. Dus, het ziet er wel positief uit.